Suriname mag nog niet in een hoera-stemming verkeren als we kijken naar het aantal COVID-19 gevallen. Dit zegt Max Huisden, voorzitter van A20 Paramaribo. President Desi Bouterse heeft gisteren overleg gepleegd met de politieke partijen over COVID-19 en de verkiezingen. De meeting vond plaats in de congreshal. De president heeft aangegeven dat als de COVID-19-crisis in Suriname geen ergere vormen aanneemt, de verkiezingen normaal doorgaan. Huisden was niet aanwezig bij het onderhoud, maar heeft van de afgevaardigden van zijn partij de update gehad. Wel, als je mij die vraag stelt, dan kijk ik er met twee brillen naar. De eerste bril is als wetenschapper, waarbij ik eigenlijk zie dat wij nog niet in een hoera-stemming moeten zijn ten aanzien van het weinig aantal gevallen dat we in Suriname hebben mogen registreren. Waarom zeg ik dat? Eigenlijk als je kijkt naar het verloop van deze ziekte in andere landen, begint het altijd met een klein groepje. En gedurende 6 weken, 8 weken lijkt het alsof er niets aan de hand is. Maar daarna gaat het exponentieel en dan kan het een heel erge vorm aannemen. Dus wij als land moeten nog niet in een hoera-stemming zijn. We moeten toch even die stringente voorzorgsmaatregelen, de preventie, de social distancing, het verbod op samenscholing, persoonlijke hygiëne, trouwens, we kennen ze allemaal, die moeten we toch even serieus blijven nemen, nog een aantal weken, om te vrijwaren dat we problemen krijgen. Huisden zegt dat twee politieke partijen vanwege een communicatiestoornis niet aanwezig waren bij het onderhoud. Dat is een kwalijke zaak, benadrukt hij. Niet, maar ik vind het wel kwalijk, omdat ik vind dat een eerlijkheidshalve alle partijen, groot en klein, dus op de hoogte moeten worden gehouden en moeten worden betrokken bij de besluitvorming. We zijn een jonge partij, we zijn een partij van slechts 6 maandjes oud. Maar toch ziet u dat we een grote partij zijn geworden en dat is exponentieel gegaan. We zijn een van de weinige partijen die in alle 10 kiesdistricten meedoen. Als je kijkt naar onze samenstelling op onze DNA-lijsten, dan zal je zien dat het overgrote deel, dan praat ik over meer dan 90%, meer dan 95% zelfs kader is. En kader heb je nodig. Je hebt die deskundigheid nodig om niet alleen het land te draaien, maar ook om het land goed te besturen en uit het economisch dal te halen. Dus wij zijn van A20 heel positief gestemd. We bereiden ons gewoon voor naar 25 mei toe. Het was Max Huisden, voorzitter Resort Paramaribo van A20. Hij sprak vandaag over het onderhoud dat president Bouterse heeft gehad met de verschillende politieke partijen.